Een sneeuwberg van 70.000 kuub. Dat is het resultaat van de verzamelde sneeuw die de afgelopen maanden is gevallen op Schiphol. De sneeuw wordt nu afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf. Schiphol TV volgt het hele proces, van berg naar baggerbak. Dat is sneeuw die is verzameld vanaf 29 november, toen we de eerste sneeuwbuien op Schiphol kregen, tot net na de kerst. En die zijn we momenteel naar een verwerkingsbedrijf aan het afvoeren. Er zit die ijzingsvloeistof van vliegtuigen zit daar een klein beetje in. En ook het smeltmiddel om je banen ijsvrij te houden. Dat zijn biologisch afbreekbare spullen. Alleen we willen toch niet dat dat in het oppervlaktewater komt. Dat onttrekt zuurstof aan het oppervlaktewater. En vandaar dat we dat naar een verwerkingsbedrijf brengen. Ja, je moet maar denken dat de bovenlaag smelt een beetje. In de kern blijft het natuurlijk koud. En als we deze berg zelf niet weghalen, dan denk ik dat we in de maand mei, juni pas de laatste sneeuw zou zijn gesmolten. Vanaf Schiphol rijden er per uur 10 vrachtwagens naar het afvalverwerkingsbedrijf in Assendelft. Hier wordt de sneeuw verwerkt en het smeltwater gezuiverd. We zijn hier op Nauwena, een van de grootste stortlocaties van afvalzorg. Nauwena ligt aan het Noordzeekanaal, vlakbij Assendelft. En we staan hier op het hoogste punt van de locatie, bij baggervak 15, waar de sneeuw van Schiphol verwerkt wordt. En wij hebben ook de mogelijkheden om hier die grote hoeveelheid beheerst opgeslagen te houden. Want dat smelten dat gaat natuurlijk wel 2-3 maanden duren, zo niet langer. Vervolgens smelt de sneeuw en wij voeren dat smeltwater gedoseerd af naar onze eigen zuivering. Het is licht vervuild, het moet gezuiverd worden. En in onze eigen zuivering worden alle verontreinigde delen eruit gehaald. En vervolgens wordt het geloosd op het Noordzeekanaal. Het afvoeren van de sneeuw naar het verwerkingsbedrijf duurt in totaal 9 dagen en nachten.